Parlement moet monetaire autoriteiten ondersteunen. Er is een nieuwe governor en we moeten de monetaire autoriteiten ondersteunen. Zo sprak parlementariër Melvin Bova op dinsdag 3 maart in de Nationale Assemblée. De volksvertegenwoordiger reageerde hiermee op indringende vragen van leden van de oppositie in het parlement die een reactie van de regering verlangden in zake de situatie op financieel vlak als die bij de Centrale Bank van Suriname, CQ de kasreserve. Bij de voorlaatste vergadering was een antwoord van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën uitgebleven. De bewindsman deelde het parlement toen schriftelijk mee dit pas te kunnen doen na door de justitiële autoriteiten verhoord te zijn. Op de vergadering van dinsdag 3 maart deelde minister Hoefdraad opnieuw schriftelijk mee dat de gevraagde informatie reeds is opgevraagd bij de Centrale Bank van Suriname, als ook bij de moederbank advies is gevraagd ten aanzien van de aanpak van de wisselkoersproblematiek. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.